In Nederland geen gebrek aan regels. Die zijn er niet voor niets. Dankzij goede regels leven we nu 2 keer zo lang als 150 jaar geleden. Maar zijn we niet onbedoeld doorgeschoten? Al die regels en richtlijnen zijn niet bedacht door idioten, een enkeling daar gelaten. Maar het totaalbeeld is redelijk rampzalig geworden. Regelgeving moet anders en kan anders. Maar hoe? Nadenken over vermindering van regeldruk is best ingewikkeld. Want wat gebeurt er nou precies als je minder zaken regelt of als je zaken minder gedetailleerd regelt? 8 sprekers geven hun visie op minder regels en betere regels. Ze geven handige adviezen. Een goede elektronische dienstverlening is geen ver weg van uw bedshow. Er zijn een aantal hele concrete bouwstenen, kunt u morgen mee beginnen. Presenteren duidelijke dilemma's. We hebben die meneer zijn auto laten verkopen en dat heeft 4000 euro opgebracht. Maar dit heeft de samenleving meer dan een ton gekost. En roepen op tot verandering. Het geeft veel meer voldoening aan het eind van de dag om te weten ik heb mensen echt geholpen, dan dat je bij jezelf moet denken ik heb vooral de regeltjes opgevolgd. Verschillende domeinen, zoals ruimtelijke ordening, het sociaal domein en de WOZ. Dienstverlening aan burgers en ondernemers. Kijk de OMOEC beter en concreter. Laat je inspireren en ga aan de slag.